voor Sassendom TV. Ik kom ik hier weer. Ja. Ik zet het nou. Wat zie je nog in, jongen? Gaat in dat. Ik heb liever dat buiten dat is als. Ja, het zag eruit. Ja, weet je wat hè? Mooi, kill, kill, kill. Kunnen we zien wat ik weer over heb, hè? Alles voor de club, hè? We zijn ook zo dankbaar, vriend. Kom maar. Dan gaan we weer. Ja, je moet de schijnwerpers. Hoezo de schijnwerpers? Het schiet nog altijd regenen, zeg ik. Doe er zeer aan de ogen, man, aan die lamp. Ben je, waar ben je geweest, Hans? Ik ben bij de vuile luier geweest. Nou, was meer? Ja. Dan speurput die neemt van 11,11 euro. Ja. En puppy en medaille. Ja, is een jongie om een jongie. Siem. 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 Siem de Sassendonker. Ja, vannacht om 0. Goedendag. Vannacht om 0,2,56 geboren. Toe dan. Oh, dat is mooi later. Alles goed met moeders? Alles goed met moeders. Vaders zenuwachtig? Vaders, die zag helemaal bleek. Ja? Nog. Zit nu de beerburger in, denk ik. Ik heb even een heer, klein Filippie, maasje kom. Maar ik heb ze helemaal. Ja, maar die zetten we even om de lijn. Maar het was wel weer leuk. Nou, je bent er ook doen dan? Ja, we beginnen met de school. Dan kunnen we een servetting doen. Hou je hem in de gaten dat we een eikpuntje hebben? Ik stap niet verder, want dat moet zo komen. Rehambu. Rehambu. En wat kan dat dan? Ik ben helemaal van Isala, ben ik hier al gekomen. Maar waar ben je rest dan? Ben ik van de Loyal. Oh. Ja, dat was daar van half net. Dus van de Loyal in Isala. Dat was een jochie, Siem. Vannacht om 0,2,56 geboren. Oh, dat is. Wel een stuk of wat gram erbij, maar deze wel op de site straks. Wat zet jij er allemaal op? Maar, wat vinden we hier? En wat hebben we hier? Het principal van de Tommelbottles, hè? Het principal van de Tommelbottles. En daarna ging de prinses aan. Dus eigenlijk met de prinses. Met een dubbelzinnig handen. Maar, wat denk je ervan? Is het druk wind? Ik ben nog niet binnen de beste. Ja, ik heb net een beetje gekeken. Ik zie wat er allemaal van. Nee, ik moest wel wachten. Natuurlijk. Ben je gewoon niet eerder naar binnen, dan heb ik compleet. Nee. Maar ik heb al verschillende Corrie Vinger voorbij zien komen. Nou, kom nog wel weer smart gezellig. En CEO verbouwd. Ja, mooi hoor. Ik krijg een compliment. Maar nog heb ik net ook al gezien dat we hier oliebollen hebben gevoerd. Zien we er eens iets van? Ja, wie dan? Kom maar, we gaan naar binnen toe. Het is natuurlijk wel old en nieuw. Probeer dat. Mijn medehoogheden, adjudanten en presidenten voor het hele leuke jaar dat we hebben gehad. En ik hoop dat we elkaar in de toekomst weer terug gaan zien. Dank jullie wel. Kunnen we nu eindelijk onze nieuwe jeugdhoogheid gaan verwelkomen. De jeugdhoogheid komt ook met de nieuwe opkomstnummer. Dit jaar ons jeugd hoofd voorgaan.
Is de jongen, is de meisje. We weten niet, ja, ik weet het natuurlijk wel. Het is verrassend. Kijk naar Estel. Dat wordt de vrouwheid, de prins of de prinses. Zijn jullie benieuwd? Ja? Is de jeugdhoofdheid klaar ervoor? Ja? Ja, dan gaan wij de nieuwe jeugdhoofdheid van het Tonnenzaal eens presenteren. Wij presenteren nu. Ja, spannend, spannend. Jeugdprinses Swish en adjudant Fortnite. Welkom bij ons midden. We gaan beginnen met de installatie van onze nieuwe jeugdhoofdheid, Prinses Swish. De naam komt er bekend voor. Het is toch niet van het rare dansje, hè? Nou, dat belooft nog wat vast dan, denk ik. We gaan beginnen met de installatie. Allereerst de prinsenmedaille. Dankjewel. Dan het kroontje. Ontbreekt er nog iets? Iets waar je heel zuinig op moet zijn, prinses Swish. En dat is je scepter. Zie voor ons, prinses Swish. Dan is jouw eerste plichtpleging om jouw adjudant te onderscheiden. Adjudant Fortnite. Een bekende zie ik. De steek van de adjudant, die hoort er natuurlijk ook bij. Geen rekening mee gehouden. Ik heb het nog gezegd. Even wachten. Je bent nog niet zenuwachtig, hè? Willen de tunnelzetters de steek weer opdoen? Oorzaak gevolg. Ja. Zie daar onze nieuwe jeugdprinses Swish met haar adjudant Fortnite. Dus de tijd om uw proclamatie voor te lezen. Ik geef graag het woord aan u. Ten eerste. Ben je zwart, blank, geel of travestiet? Het maakt niet uit. Geniet. Alaaf. Ten tweede. Bier is niet goed voor een kind. Dus hopelijk dat je snel de oranje vindt. Alaaf. Ten derde. Met carnaval huiswerk maken? Doen we niet. Want we gaan carnaval vieren zoals je ziet. Alaaf. Ten vierde. Carnaval vier je niet alleen. Plezier maak je met iedereen. Alaaf. Ten vijfde. Springen en gehols. Met springen en gehols gaan we allemaal los. Alaaf. Ten zesde. Het is de bedoeling dat niemand aan de kant staat, maar dat iedereen uit zijn dak gaat. Alaaf. Ten zevende. Met prinses Swish in de Polonaise voorop wordt de carnaval dit jaar weer top. Alaaf. Ten achtste.
Ik zal er niet om draaien, want ik ben trots dat ik dit seizoen bij de Tonnenzotters met de scepter mag zwaaien. Allah. Ten negende, ik wens jullie allemaal veel carnavalsplezier. Maar hou er rekening mee, jullie prinses drinkt alleen sinaal, dus geen bier. Allah. Ten tiende, zing altijd het hoogste lied op het podium, bar of waar dan ook. Dat boeit ons niet. Allah. Ten elfde, we gaan door tot 's avonds laat en de volgende dag staan we vroeg paraat. Allah. Met prinses Swish en haar adjudante Fortnite geven wij de carnaval dit jaar een extra kleurrijke bite. Dankjewel, prinses Swish. Knoltrekkers, muziek. Wij kunnen tekenen dat onze nieuwe hoogheid klaar staat. Wacht muziek aan. Wie gaat ons dit jaar voor? Is de prinses en de prins. We zien hem in een enkele overleggen. Voor vader, wie zal het zijn? Kennen jullie hem niet? Of zij of haar? Wat zal het worden? Met een enkele woorden ben ik er weet het. Ik zie het al wat schoenen. Mooie zwarte schoenen. Niet te gevaarlijk hebben met mes. Wij gaan jullie presenteren. Ja, bijna. Wat zal het worden? Ik zie je jurk. Zullen we toch weer een prinses hebben? Wij gaan jullie presenteren. Ja, bijna. Bijna. Verschoeningstak. Wij gaan jullie presenteren. Prins Barry met zijn adjudant. Alize, welkom! Je ziet er nog niet uit als prins, hè? Nee, dan gaan we nu veranderingen brengen. We gaan beginnen met de installatie. Allereerst zouden we de cape willen hebben. Sorry, ja, eerst de prinsketting. Sorry, mijn fout. Eerste prinsketting. Mag de voorzitter persoonlijk doen. Dan nu de cape. Een echt super cape. Daar ben ik trots op. Dan ontbreekt er nog een hoofddeksel, de steek. Hij heeft ook zijn eigen steek laten maken, passend bij de cape. Dan ontbreekt het belangrijkste nog, de scepter.
wees er zuinig op. Want als je deze kwijtraakt, gaat je dat bier kosten. Zie daar staan, Prins Barry. Ik heb nu mijn steek op. Barry, hoogheid. Aan jou de eer om uw adjudant te installeren met uw persoonlijke prinsenmedaille. Staan Prins Barry met zijn adjudant Alice. Nu is het tijd voor de proclamatie. Hoogheid, aan u het woord. Goedemiddag. Ik, Prins Barry, samen met adjudant Alice. Ik, Prins Barry. Samen met adjudant Alize zijn super trots om dit jaar voor de tonnenzotters uit te komen. Zij hebben met het volle verstand het volgende bepaald. Ten eerste, na weken te moeten zwijgen, zullen jullie eindelijk in Sassendonk een prins uit Vaassen krijgen. Ten tweede, jong, oud, klein of groot, wat is het mooi om een tonnenzotter te zijn. Ten derde, wij beloven dat dit jaar de snack met carnaval de berenklauw zal wezen. Ten vierde, als wij met carnaval weinig thuis zijn geweest, ben ik tevreden en hebben we met z'n allen lang gefeest. Ten vijfde, dat wij in de Polonaise voorop zullen gaan en iedereen sluit zich hierbij achteraan. Ten zesde, wij zorgen dat het carnaval een geweldig feest is. Bezwaren mogen in het klachtenboek dat nergens te vinden is. Ten zevende, dat wij pas tevreden zijn als heel Sassendonk het berenklauwnummer kan meezingen. Ten achtste, dat iedereen van de tonnenzotters zijn beste beentje voor zal zetten om het een onvergetelijke carnaval te laten zijn. Ten negende, ook al regent het is maar water en gelukkig geen satésaus. Ten tiende, drink genoeg, maar vergeet niet dat Kossakov pas op latere leeftijd optreedt. Ten elfde, wij Prins Barry en adjudant Alize zullen feesten met jullie tot onze voeten zeer beginnen te doen en de zon op gaat komen. Als prins zal mijn motto zijn, met een berenklauw ga je door met feesten tot in de ochtenddauw. Mag ik niet eens volgen, hè? We'll be right back.
oproer knolletrekkers. Nu is het tijd om de hoogheden te gaan feliciteren. Maar allereerst mogen de verenigingsleden dat doen. Alvorens de rest kan aansluiten voor de felicitaties. Wat is er bij jullie gebeurd? Wij hebben genderneutraal geplast. Ja, dat is nodig zo.